We gaan ineens mooi op die rug liggen. Zorg dat je genoeg plek op die mat hebt achter u. Rol je langzaam maar af in de mat. En dan gaan we eerst die controles doen. Hè, dat uw bekken goed liggen. Dus dat wil zeggen, uw buikspieren goed aanspannen. Uw onderrug goed in de mat duwen. Dus er mogen eigenlijk geen handen tussen u en de mat kunnen. Als dat toch het geval is, altijd de knieën geplooid houden en eventueel dichter naar u toe trekken. Of eventueel iets onder die onderrug leggen. Vanaf dat je goed ligt, mogen die voeten één voor één van de mat en maak een tafeltje van je benen. En nu gaan we eraan beginnen. Hè. Dus die knieën blijven mooi boven die heupen, zodat die staartbeen goed blijft liggen. En dan moet je heel langzaam aan je armen richting het plafond bewegen. We gaan beginnen met onze buikspieren op te warmen. Dat gaan we doen door hoofd en schouders uit de mat te rollen. Deze kennen jullie al. En de tenen die gaan richting de mat, been per been. Dan rollen we langzaam terug. En we wisselen. Dus de schouders proberen een beetje te ontspannen. Niet te veel druk daarop zetten. Dus de ronde armen is voldoende. Je hoeft je armen niet volledig uit te strekken. En dan doe je dat maar langzaam op eigen tempo. Je rolt jezelf uit de mat. Je brengt één been naar de grond. En dan mooi naar die tafelpositie. Denk aan die buikspieren. Hou die heel de tijd goed aangetrokken. Dus ook die diepe buikspieren. Je kin die gaat richting je borst. En je lost weer op het einde. Het is een hele goede voor dat hier allemaal wat op te warmen. Rustig wisselen van kant. Doe voor jezelf nog aan elke kant één rondje. Dat wil zeggen één naar rechts en één links. En dan gaan we opbouwen. Van hieruit gaan we dezelfde rolbeweging doen. Maar we gaan ineens de twee benen samen uitstrekken. Dus je maakt een kleine V-beweging. En dan rollen we terug. Beide benen blijven samen. Herhaal. Dus rol jezelf uit de mat. Strek de twee benen samen uit. En rol onder controle terug. Probeer de voeten goed samen te houden. Als dat niet lukt, geen probleem. Maar hou dan eerst de knie uit elkaar. Dan maak je een diamantje. Hou je de knie iets meer geplooid, zodat de tenen toch naar elkaar toe kunnen. Herhaal. Blijf ook goed doorademen. Dus blijf in die diepe ademhaling. Versnel niet in die beweging. En rol terug. We gaan er nog twee doen. Dus blijf goed doorrollen. Haal die schouders uit de mat. Rol dan weer terug totdat je hoofd kan neerliggen. Laatste keer. Blijf goed sterk. Yes. En nu gaan we die vastzetten. Hier gaan we het heel warm mee krijgen. Dus we houden die houding vast. Als je wel last hebt, dan onderrug de benen naar boven, anders in je hoek en we gaan beginnen pompen. Dus goede krachtige bewegingen vanuit je schouders. Hou heel je romp stil en probeer heel diep door te ademen. Dus je krijgt 5 tellen inademen en 5 tellen uit. Dus blijf goed doorademen. Adem in, 2, 3, 4, 5 en uit. Dus zo krijg je tellen. Goed blijven pompen, blijf sterk, hou die benen sterk bij elkaar, schouders uit je mat. Krijg je toch lastig, plooi de knieën en blijf doorpompen. Deze is een goede voor die bloedsomloop, hè. Come on. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en langzaam de twee knieën plooien. Rol jezelf volledig in een balkje. Dus trek die knieën maar goed naar je toe. Dan mag je je rechtervoet op de grond zetten. Links blijft nog bij je lichaam. En je linkerbeen mag je volledig uitstrekken. Dus rechts wordt je steunbeen. Van hieruit gaan we onze tenen naar ons toe trekken. Dus je krijgt een platte voet. En dan gaan we weer die mooi uitstrekken, verlengen, tenen naar het plafond. Probeer die kuit te activeren, dat je lengte in die spier krijgt. En terug los. Nog twee keer rustig naar je toe trekken en dan richten naar het plafond. Doe dat niet te snel, anders kan je wel eens krampen krijgen. Dus een rustige stretch en verleng. Nu mag je je voet gewoon ontspannen, dus dat hoeft niet per se in een kwijt te zijn. Je mag je voet gewoon loslaten. Armen gaan naast je lichaam op de mat, heel sterk in de mat, dus de schouders blijven liggen. We gaan beginnen een cirkel. We draaien eerst naar binnen, dus naar de tegenovergestelde knie. Dan cirkelen we naar buiten. Terug op en we wisselen onmiddellijk van richting. Dus eerst naar buiten, onder, richting die andere knie en op. Ondertussen hebben jullie die wel al even gedaan. Dus je moet je andere been ineens mee uitstrekken over de mat. Hou jezelf goed tegen vanuit de schouders.
neus naar het plafond en je probeert je rechterbeen gestrekt op de mat te houden. Of met een lichte knik. Dit mag ook altijd. Dat hangt een beetje af van wat er in onderen gaan kan. En opnieuw, heel je bovenlichaam is zo stil mogelijk. Dan mag je hier niet bewegen. En wissel telkens om en om van richting. Heel goed bezig. Nog twee. Dus ene naar binnen. En ene naar buiten. Cirkel terug. Been komt mooi naar boven. Je zet je voet terug op de grond. We gaan de armen richting het plafond duwen. Nu gaan we ons volledig verlengen. Dus onze linkerbeen gaat naar de grond. Maar we gaan dat net niet raken. Maak je zo goed lang mogelijk. En nu gaan we hoofd en schouders meetillen. We gaan de handen richting ons been brengen. En we verlengen terug. Rechts is hier uw steunbeen. Dus je maakt daar ook gebruik van. Span uw rechterbeen op. Hou uw voet sterk in de mat. En op en neer. Dus de neus gaat recht naar voren. Nog altijd in die rechte buikspieren. En rol u op en rol u terug neer. Dus laat u niet vallen. Ook uw hoofd niet. Je been komt tot halverwege en de rest is voor je bovenlichaam. Dan kan je bovenbeen goed naar je toe trekken, maar dan heb je niet veel werk niet meer aan die buikspieren. Dus probeer goed op te komen en terug te verlengen. Nog vier. Op en terug. Blijf sterk ook in je rechterkant. Dus je voet goed in de mat houden. Die knie blijft stabiel. Nog eentje. Verlengen. Heel belangrijk. Maak je goed lang. Leg alles maar neer. En nu mag je je tweede been daarbij leggen. Probeer daarop te letten dat zeker je rug goed blijft liggen. Dus vanaf dat je voelt dat toch je rug lost, maak een lichte knik in de knie. Dus dan hou je het iets gebogen. Dus probeer te verlengen. Maak je goed groot. Laat die buikspieren maar eventjes rekken. En als je kan, sluit je de enkels. Dus die rits die gaat toe. Als dat niet lukt, leg je de benen op heupbreedte. We gaan naar de roll-up. Dus de armen die vertrek je eerst. Dan ga je langzaam je schouders beginnen tillen met je hoofd. Je gaat richting de tenen oprollen, dus je blik staat op oneindig. Je probeert je benen sterk in de mat te houden. En dan gaan we naar die stretch. Dus de benen blijven goed samen, je leunt naar voren, je maakt je lang. Je denkt alsof dat iemand je handen vastneemt. Hou deze nog maar even goed vast. En we gaan rond terug. Dit is het moment dat al je wervels eens een keer goed uit elkaar kunnen komen. Hou die kin aan de borst totdat je schouders neerliggen en dan pas mag je die lossen. Dus ook hier, als je toch last hebt, hou die knieën geplooid. Je rolt jezelf recht, de schouders volgen na de armen. En dan als je niet recht raakt, schommel jezelf recht. Je slaat de benen en we gaan hem langer houden, dus hou vast. Verleng, verleng, verleng. En weer heel langzaamaan terug. Nog twee te gaan. Hou die controle vast, hoe trager hoe beter, hoe meer werk. En verleng. Dus ook hier, als je neerligt, hou die rug goed in de mat. Adem terug rustig in. Vertrek opnieuw. Til je hoofd, schouders, ga richting die tenen. Hou die benen sterk samen. En we gaan weer naar die stretch van voor. En we houden vast. Dus trek die buikspieren hier ook goed aan, dat je volledig kan verlengen. En we zijn weer weg. Terug naar beneden. Veel spieren opspannen, hou die benen sterk samen, dus hou die enkels hier samen. Nog eentje. Maak er gebruik van. Het is een moment dat je je rug volledig rond kunt krommen. Anders ga je weer naar die rugligging. Dus opnieuw rond hoofd tussen die armen. Hou even vast. En weer langzaam naar beneden. Hou de benen sterk in de mat of de geplooide versie. Mag ook altijd. Dus we verlengen weer achter ons hoofd. Laatste keer. Goed lang houden. En dan mag je je twee knieën naar je toe trekken. Dus rechts komt naar je toe, links komt naar je toe. En pak achteraan je benen even vast. Maak een klein bolletje. Dus nu is je staartbeentje los. Schouders blijven goed trots in de mat. Dus hou die goed open, borstkas vrij. En we maken terug opnieuw die tafel. Dus dat wil zeggen, enkels tegen elkaar, knie boven je heup. En de armen gaan weer richting het plafond. Nu gaan we de polsen naar elkaar toe draaien en we gaan de handen sluiten. Dus dat wil zeggen,
Je maakt eigenlijk een driehoek, de vingertoppen gaan tegeneen. Schouders, hou die gegrond. Nu gaan we ons hoofd en schouders tillen en we gaan die armen schuin naast die benen steken. En dan gaan we wisselen. Maar natuurlijk, we gaan ons been meenemen. Dus telkens tegenover je stelde been. We gaan nu naar links draaien en rechts gaan we uitstrekken. We komen terug naar het midden. Maak die tafel, dus hou je sterk en wissel. Links uitstrekken, we draaien naar rechts. Dus hier, je hebt weer die piramide vast. En kom terug. En wissel. Rustig aan, hoofd en schouders liften. Langzaam die zijdelingse buikspieren opwarmen. Die hebben we nog niet gebruikt. En ook hier, je hoeft je armen niet volledig uit te strekken. Hou ze een beetje rond, zodat als je terug gaat liggen, beide schouderbladen terug goed in de mat kunnen liggen. Hielen sluiten in het midden en wissel. Steek schuin daarnaast. Probeer je been dat je uitstrekt goed naar de mat te laten gaan, dus zweven boven de mat. Als dat wat te zwaar is, dan hou je je knie geplooid en dan breng je je teen naar de mat. Dat mag ook. Blijven wisselen van zijde. Hè? Denk aan die vingertoppen, hou ze samen. Je mag ook een vuistje maken als je dat liever hebt. En nog één rondje aan elke kant voor jezelf. Dus je weet op welke kant dat je begonnen bent. En wissel. Yes. We zitten terug in die tafelpositie. Nu gaan we de armen terug mooi lossen. Dus op schouderhoogte, schouderbreedte. En we gaan beide benen uitstrekken. Nu mag je volledig blijven liggen. Dus van aan je hoofd tot aan je staartbeen blijven volledig liggen. Rechts gaat met rechts bewegen. Maar we bewegen van elkaar weg. Dus je hand gaat achter je hoofd en je voet gaat naar de grond. En je probeert ondertussen links goed gecontroleerd in de lucht te houden. Heel traag, langzaam terug. Activeer de diepe buikspieren. En wissel, links met links. Beweeg van elkaar weg. Verlengen, 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 verlengen. Oeh, yes. Alles goed onder controle. Terug, je mag altijd de knieën plooien als dat wat aangenamer is. Dan maak je een diamantje. Verleng weer met rechts. Dit is de geplooide versie. Als je het kunt zien, je bent bezig. Even goed. Altijd proberen de tenen te sluiten. Knieën mag je lossen. En dan wissel je langzaam van zijde. De bedoeling is eigenlijk dat je even traag naar beneden gaat dan naar boven. Dus ik weet dat het verleidelijk is om als je naar boven gaat of terugkomt, dat je heel snel alles naar elkaar toe wilt trekken. Maar probeer even traag terug te komen. Hou die controle vast. Daarin zit het werk. Je wissel. Hier mooi de bieberen, hè? Ook hier aan die polsen. Als je voelt dat er te veel spanning op komt, rol eens even af. Dat is niet de bedoeling. Nog één keer aan elke kant. Blijf goed liggen en maak je afstand zo groot mogelijk tussen arm en been. Kom langzaam terug. Niet te snel. Traag, 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 traag. Yes, nog eentje. Verleng, 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 verleng. Hier zitten echt aan die buikspieren onder die navel. Degene die uw houding ook gaan corrigeren als je recht staat. Heel langzaamaan alles plooien. Dus je pakt weer de achterkant van je benen vast. Je trekt je beide knieën naar je toe. Kan ondergeven ontspannen. En nu zetten we ons linkervoet op de grond. Dus links wordt nu je steunbeen, rechts blijft bij u. Je mag opnieuw verlengen. En dan een platte voet. Daar beginnen we mee. Dus je tenen goed naar je toe trekken. En point. Verleng. Plat. En point. Actieve stretch daartussen. We gaan niet stilzitten. Houd je voet in beweging. Laatste keer. Dus goed naar je toe. En van je weg. En dan is het weer aan de heup. Dus neutrale voet. We gaan de handen lossen. Hou je goed sterk. Wie kan, strekt het linkerbeen nu volledig uit. Met de tenen naar het plafond. We gaan beginnen cirkelen. Dus naar binnen. Onder, zijwaarts, op en wissel onmiddellijk van richting. Dus naar buiten, onder, laag je tegenovergestelde benen en terug. Ik kan die beweging zeer groot maken, maar als je voelt dat daardoor je heupen gaan beginnen bewegen, hou de beweging liever klein. Hoeven geen perfecte cirkels te zijn, ook niet. Het mogen ovalen zijn. Als je maar telkens wisselt van kant en de heup goed stabiel houdt. Schouders blijven in de mat. Uw neus blijft eigenlijk gewoon naar het plafond. Niet opzij kijken. Houd de nek neutraal. En dan moet je nog één keer aan elke kant doen.
dat die heup goed is opgewarmd. En wie zal? Yes. Ondersteun eventjes uw rechterbeen. We zetten links terug op de grond. En nu gaan we de armen weer naar het plafond brengen en anders van elkaar wegbewegen. Zoals we er juist hebben gedaan. We verlengen ons volledig en nu gaan we in beweging komen. Dus hoofd en schouders komen van de grond. Je gaat richting je been. Je tilt jezelf op. En je verlengt weer. Herhaal. Hoofd neem je rustig mee, dus geen schokken op je nek. Als je toch voelt dat er wat druk op je nek zit, plaats dan één hand achter je hoofd, zodat je hoofd kan rusten in je hand. En dan focus je op rechts met rechts. Ook hier probeer halverwege je been te ontmoeten, dus niet je been helemaal naar je bovenlichaam brengen, maar laat je bovenlichaam ook werken. Op en lang. Hou je linkerbeen ook sterk. Dus span die bilspier op, zodat die knie niet naar buiten valt. De volledige voet rust op de mat. Nog vier. En recht naar voren. Dus je rug gaat automatisch rond maken. Je gaat dat voelen. Laatste twee. Nog eentje. En we verlengen weer. De mooie roll-up. Dus kies hier je optie of je het met geplooide knieën doet of de volledig verlengde versie. Als je volledig uitstrekt, hier die band rond je bekkengordel goed opspannen, dus je navel intrekken. En we beginnen aan de handen. Als je kan, sluit je de benen en je begint rustig aan op te rollen. Na je armen komen je schouders, je bovenste ruggenwervels, je middenste, je onderste. Hou die benen sterk en we gaan naar voren en we gaan hem houden. Hou vast. Dus hier rond de rug, zodat je terug kan ontspannen van die rugligging. En dan rond weer naar beneden. Kikker in de keel. Hou de benen sterk, dus hier als je naar beneden gaat, gespant die op. Als het niet gaat, knieën plooien. En je legt neer. Nog drie. Rustig aan. Sluit eventueel eventjes de ogen. Als je niet recht raakt, schommel je jezelf recht. En we gaan weer houden. Dus je tilt je over je beide benen heen. Je legt je daar niet op. Het is niet de bedoeling dat je dit doet. Maar hou het trots, hou het lang en weer terug. Benen sterk opspannen, knijp die billen samen. En verlengen. Als je neerligt, onmiddellijk in een vloeiende beweging terug. Zit dan de laatste twee. We gaan houden. Denk eraan, de buikspieren blijven actief. En langzaam terug. Dus vanaf dat je hier voelt dat je te veel spanning aan dat polsgewricht krijgt, rol het eens even af. Het is de bedoeling dat je polsen ontspannen zijn. Dus niet al die druk op die vingers. Soms heb je dat niet eens door, dat je die spanning daarop zet. En als het goed is, zitten jullie ook aan jullie laatste nu. Hè. Dus je goed naar voren, hou die even vast. Goed de stretch in de benen voelt. En weer langzaam terug. Traag, onder controle. Leg je jezelf volledig neer. En we verlengen nog achter ons hoofd. We werken af. Nu mag je de twee armen één voor één terug naast je lichaam leggen. Je trekt je knieën weer naar je toe. Dus dat mag altijd instappen, hè. Zorg dat je rug volledig weer in de mat ligt. We gaan met de benen werken. Dus we gaan twee benen uittrekken naar het plafond. Probeer de voeten samen te houden. Maar als je toch voelt dat het niet lukt om de knieën samen te houden, dan maak je een diamant. Dus zodat je enkels eigenlijk samen blijven, maar je knieën op heupbreedte uit elkaar vallen. Dan is je zwaartepunt iets lager en is het iets gemakkelijker om te doen dan met de gestrekte benen. Dus, benen zijn mooi gestrekt naar het plafond. We gaan cirkelen langs rechts, onder, midden en op. En bij je op moet je eigenlijk een klein duwje doen. Dus dat je je onderste gedeelte, dus je staartbeen, uit de mat duwt. Dat zijn weer buikspieren. Dus doe dat rustig aan. Je moet niet volledig naar de rollover gaan. We beginnen naar rechts. We houden de benen samen, onder, begin klein, links. Nu komen we naar boven en dan is het eigenlijk de moment dat je naar de rollover gaat. En dan wisselen we van richting. Dus nu naar links, onder, rechts, midden en op.
Begin klein. Houd je armen sterk in de mat. En rechts. Ander. Links. Dus ik maak mijn cirkel zo klein. Duw een klein beetje op. Hop. En terug. Nu is ze links. En als je wat groter kunt gaan, maak die beweging wat groter. En duw. Zie daar rustig aan. Zie wat dat lukt. En probeer een paar centimeters hier uw staartbeen uit die mat te duwen onder controle van uw armen. En wissel. Cirkel. Ook hier, denk aan die diamant. Hè. Nu zal dat gemakkelijker gaan met je knieën geplooid. Hou je knieën geplooid. En je cirkelt dan de andere richting op. Waarom die knieën uit elkaar? Als je dit met geplooide knieën toe gaat doen en je trekt je staartbeen uit de mat, is het gevaarlijk dat je met je neus op je knieën gaat zitten. Dus denk eraan dat je dan je knieën wel uit elkaar houdt. En op. Yes. Dus je schouders, dat zijn je ankerpuntjes. Hè. Daar kun je de kracht van bijzetten. Laatste keer. Rechts. Onder. Links. Hou die voeten samen. Duw op. Hop. Laat eens zien. Laatste keer. Goed. Cirkelen. En nog een keer dat duwtje. Yes, de diepe buikspieren. Je mag de twee knieën even goed naar je toe trekken. Maak een klein bolletje. En dan mag je jezelf recht schommelen. Dus we gaan zitten. Kom maar zitten. En je mag de knieën ineens geplooid houden. Zet ze hier op je schouderbreedte, heupbreedte. Plak ze niet tegeneen. En dan plaats je de handen onder je schouders met de vingers richting de tenen. Dus naar voren, niet naar achter. Zodat je ellebogen goed kunnen meeplooien. De voeten. Die zetten we in de grond, dus de hielen. En nu gaan we één voor één, als opbouw, gaan we één been uitstrekken. Dus we gaan verlengen, we zetten het terug neer en we wisselen. Als je toch voelt dat dat je onderrug wat lastig is, dan ga je een trapje lager. Kik uit en terug. Lager en uit. Dus zo heb je meer steun aan de onderrug. Want zo biedt gaan we proberen de twee benen uit de mat te krijgen. Dus eerst even voelen, zie je wat lukt. Altijd terug mooi hier, op heupbreedte. Neerzetten, je verlengt je been, je kikt. Dus je kan je gewicht hier goed dragen op die handen. De vingers wijzen naar voren, maar je houdt goed grip met je mat. En rustig opbouwen, hè. Buikspieren intrekken, kijk maar naar voren. Echt twee keer. En dan gaan we de twee benen samenbrengen. Dus nu gaan we de twee benen tegeneen duwen. En dan gaan we proberen de twee benen eens uit te strekken. Je strekt uit. Je zet de hielen terug op de grond. Dus de tenen blijven in de lucht. Uit. En terug. Herhaal. Dus hier goed blijven steunen op die handen. Of je gaat naar de lage versie. Kik. En terug. Blijf vooruit kijken. Doe je een niveautje verder. Je voelt het dan komen. Dan hou je de armen zwevende. Dus dan haal je je steun weg. Maar je blijft hier mooi de rechte rug houden. Dus denk aan dat koordje aan je hoofd. Hele terug neer en hele weg. Nog vier. Kik en terug. Dus gebruik je steun als het nodig is. Hè. Benen sterk samen. Of die een diamant, knieën los. Mag ook. Nog twee. Kik en terug. Nog eentje. En zet je voet terug op de heup, breedte neer. We gaan ons recht duwen, dus kracht van je armen. Goed lang. En nu gaan we ons naar achter duwen. Dus je handen blijven staan, je strekt je benen uit. Benen zitten normaal nog op die heupbreedte. Armen eventjes uitstrekken, ontspannen, schouderhoogte, schouderbreedte. En we gaan met onze tegenovergestelde hand naar onze teen. Even vasthouden. Yes. Kan terug recht, dus eerst recht komen. Twisten in de lucht, alle 10 tenen naar het plafond. En je gaat naar de tegenovergestelde kant. Hou even vast. Herhaal, kom terug recht. Die rechte muur, hè. Dus een trotse houding. Twisten en reiken. Herhaal nog een laatste keer. Dus ook hier, als je last krijgt van spanning op die polsen, speel die los, hè. En reik. Als het goed is, is alles nu wat gestretched. Kunnen we er terug aan beginnen. Hè? Zet je handen naast je of voor je neer. Duw je terug naar voren. En rol langzaam terug in de mat.
Voilà, iedereen mag terug gaan liggen. We liggen terug mooi op die rug. De voeten brengen we iets dichter. Dus de tenen wijzen nog altijd weg van u. Niet opzij, dus naar voor, knieën op heupbreedte. We gaan richting die brug. Ondertussen weten jullie heel goed waar je moet op letten. Ik ga nog even herhalen. Dus eerst beginnen bij uw staartbeen. Dat wil zeggen, je gaat uw billen activeren. Dus je plakt dat allemaal mooi samen. Uw bekken gaat automatisch naar binnen kantelen. En dan begin je te rollen totdat je op die schouders staat. Uw beenspieren houden die goed actief. Dus dat wil zeggen, zowel de billen als hier bovenaan die quadriceps. Knieën blijven parallel. En nu moet je terug naar beneden. Dus beginnen bovenaan. Eerst die bovenste ruggenwervels, de onderste. En je moet proberen te zien dat heel je wervelkolom langzaamaan in die mat rolt. Als laatste nu staartbeen. Adem terug hier naar boven. Dus we plakken die billen tegeneen, we knijpen die samen, we kantelen ons bekken en we gaan naar boven. Als je nu voelt dat je te veel druk krijgt op je onderrug, dan duw je te hoog. Dus dat wil zeggen dat er dan een te harde kromming in je rug zit. Dus niet te hoog blijven. En dan rol je weer langzaam af. Dus ik weet dat het heel vergelijkbaar is om zo hoog mogelijk. Maar iedereen is anders gebouwd. En anders kan het wel eens zijn dat je gaat overstretchen. Dus dit doe ik nu even expres. Niet elke rug kan dat aan. Dus probeer de neutrale positie daar te zoeken en rol dan langzaam terug. Dus dan maar eventjes op volledig op je eigen tempo. Je moet niet meetellen met mij. Langzaam oprollen, heel belangrijk. Knieën parallel houden. Buikspieren goed actief. En weer langzaam naar beneden. Als laatste mag eigenlijk pas je staartbeen neerkomen. Sluit je ogen, probeer te voelen wat je wervelkolom doet. Je rolt je helemaal op tot aan je schouders. Je houdt een paar tellen vast. En dan rol je langzaam weer terug. En je denkt aan die wervels. Dus je begint aan de bovenste ruggenwervels, de middenste ruggenwervels, de onderste. En daar mag eigenlijk je bekken nog niet liggen. Je bekken en je staartbeen als laatste. En dat is het moment dat je billen ontspant. Mooi, voor jezelf nog één hele goede doen. En dan gaan we daar weer iets bij doen. Rol langzaam weer af. Blijf naar boven kijken. Geen spanning op die nekwervels. Dus, je ligt weer volledig neer op de mat. We gaan de laatste keer ons naar die positie duwen. Dus rol nu naar boven. Je begint weer met de billen op te spannen. En u blijven bovenaan. Wie hulp nodig heeft, mag de handen gebruiken om uw bekken of uw onderrug te ondersteunen. Maar probeer vast te houden door uw buikspieren goed op te spannen. We gaan ons rechterbeen gaan we lossen. Dus als je toch voelt dat dat niet gaat, leg liever uw rug volledig neer. En we gaan een soort van fietsbeweging maken. Dus we gaan ons been volledig naar de grond gestrekt laten zakken. Je trekt je knie in en dan duw je terug mooi naar boven. En we fietsen. Rechts naar beneden, rechts plooit. Kaars recht terug naar boven. Nacht 2. Nog eentje. Dus je weet dat je mag de rug laten liggen als het lastig wordt. Focus dan op die fietsbeweging. Blijf bovenaan. Plooi je knie en langzaam wissel. Dus gebruik je handen als het nodig is om een tafeltje te maken en we wisselen. Links. Uit. Naar beneden. Cirkel. En op. Naar beneden. Cirkel. En op. Nog 2. Blijf hoog, hè. Handen sterk in de mat als je kan lossen. Nog eentje. En langzaam je voet terug op de mat. En rol weer af. Goed gedaan. Knieën naar je toe trekken. Dus je balletje. Schouders in de mat en we maken die tafel. Dus je voeten weer samen, knie boven je heup. We gaan de handen achter ons hoofd brengen. We gaan die nekwervels ondersteunen. Ellebogen goed open. Klein momentje, kabel zit vast. Goed, we gaan naar de schuine buikspieren, maar we gaan de benen meenemen. Dus we gaan hoofd en schouders eerst tillen uit de mat. Op het moment dat we gaan twisten, gaan we beide benen samen uitstrekken. Dus je mag mooi naar boven uitstrekken. Als je het iets zwaarder wilt maken, maak je een hoek van 45 graden. We twisten terug en dan leggen we neer.
Herhaal. Dus eerst in het midden opkomen. Zorg dat je goed hoog zit. Dan gaan we naar links draaien. Twee benen komen uit. We twisten terug. En we leggen neer. En wissel telkens van kant. Dus je hoofd goed blijven ondersteunen met de handen. Maar de ellebogen open. Kom terug naar het midden. Leg neer. Herhaal. Til op. Twist naar links. Twee benen gestrekt samenhouden. Terug naar het midden. En leg neer. En wie kan? Niveauke verder. Laten zakken. Terug. En neer. We zitten weer op links. Til op. We twisten naar links. Trek uit. Midden. Laatste rondje rechts. Op. Twist. Ja, super. Midden. Nog één keer. Naar links. Goed uitdraaien. Hou je goed hoog. Midden. En leg weer neer. Goed gedaan. Trek je twee knieën naar je toe. We gaan onszelf recht schommelen. Kom weer zitten. En nu mag je op je zij doordraaien. Zorg dat je voldoende plek hebt op je matje. Hier mag je kiezen. Je grote, hoge versie liever. Dus elleboog onder je schouder. Of je verlengt die. Je legt die volledig neer. Elleboog moet dan in één lijn liggen met je heupen hier. Dus dat wil zeggen dat je een arm hier niet naar voren mag liggen. Dan heb je al een kromming in de onderrug. Dat wil je niet. Dus probeer mooi recht te blijven. En dan mag je de twee benen net vooraan buiten je mat leggen. Je weet wat er komt, denk ik. We gaan hier aan die heup werken, met ook de zijdelingse buikspieren. Je vrije hand mag je gebruiken om bij te steunen. Dus hou dat goed voor je. Of als je het niet nodig hebt, in je heup of achter je hoofd. Bovenste been mag je op heuphoogte brengen, dus niet te hoog. We gaan eerst naar voren kicken, zover als je kan. Dan kom je naar het midden. Je gaat naar boven. Dus hier gaat die heup uitdraaien. Op. En terug. Nu gaan we naar achter zwieren. Blijf op die heuphoogte, dus je bilspier gaat opspannen. We komen terug naar het midden en opnieuw neutraal. Op. En we zijn weg. Hè. Dus eigenlijk moet je denken dat zijn twee letters L tegeneen geplakt. En je wisselt telkens af. Dus we gaan naar achter. We komen op. Terug naar voren. Denk aan je buikspieren. Trek die in. Herhaal. Naar voren. Midden. En op. Naar achter. Komen neutraal in het midden. En we liften terug op. Yes. Voor. En achter. Dus ook als je hier in die hoge versie zit, blijf trots recht. En draai hier die heup uit. Oei, ik denk dat ik verkeerd zit. Maakt niet uit. Dus naar voor. Of naar achter en op. En dan naar achter. Doe nog één keer aan elke kant. Dus één keer naar voren, één keer naar achter. En dan blijven we weer in het midden. Op. Nu gaan we de twee enkels op elkaar sluiten. Uw tenen mogen lossen, dat maakt niet uit. En we gaan proberen te slepen over ons onderste been. We kikken op en terug naar beneden. Je sleept over uw onderste been, je kikt op en terug naar beneden. Dus ook hier slepen, kikken. En probeer zelfs met een platte voet naar beneden te gaan dat je kuit nog mee hebt. Anders neutrale voet. Kik. En weer. Slepen. Over onderste been. Goed kikken, goed groot. En platte voet naar beneden traag. Enkels weer sluiten. Sleep. Kik. En weer. Nog vier. Laat die heup maar werken. Versterk die spieren binnenin. Naar drie. Anders twee goed in de mat houden. Naar twee. Kik. En neer. Nog eentje. Kikken. Goed kikken naar boven. Yes. En alles weer sluiten. We gaan proberen de twee benen samen uit de mat te tillen. Dus nu moet je denken dat je enkels zijn samengebonden. Je gaat ze liften en terug neerleggen. Hier mag je gerust je hand goed sterk voor je houden, zodat je mee kan duwen vanuit je schouder. Ga iets minder druk weg, ga iets meer druk wegnemen van de rug en dus je buikspieren. Dus je zegt, nee, ik heb dat niet nodig. Hand achter je hoofd of hand in je heup.
op en terug. Dus je leunt eigenlijk echt op die heup op de zijkant. Hetzelfde geldt voor de hoge versie. Twee benen op, twee benen neer. En als het toch te zwaar is, ook hier, lift de knie in die knie. Hou die knieën geplooid. Dus je kan overal aanpassen. Het is een kwestie van goed voelen van wat dat lukt met je lichaam. Lift op. En terug. We gaan er nog twee doen. Hè. Dus goed liften. Blijf goed liggen hier op die heup. Buikspieren goed actief. En je zijkant vooral goed actief. Nog eentje. Yes. En leg weer langzaam neer. Nu mag je twee benen mooi in het verlengde brengen van je lichaam. Elleboog blijft mooi op je schouders voor degenen die neerlagen. Stap je hoger en nu mag je je onderste knie plooien als je een extra steunpunt nodig hebt. Wie naar de volledige zijwaartse plak mag gaan, mag dat gerust doen. We gaan het proberen eerst met de knie, want we gaan weer twisten. Dus we duwen eerst die heup uit de mat. Dus je knie is je steunpunt. We verlengen de arm en je hand dat in de lucht is. Deze kennen jullie, gaan twisten onder die opening hier. En je reikt terug op. Combinatie. Nu blijven we hier staan en nu gaan we proberen ons langbeen, dus hetgeen dat op de grond staat, te liften. Nu gaan we terug twisten. Dus onder, twist, we gaan houden, lift uw been uit de mat. Dus een teen komt van de grond. Dus voor degene die wat last hebben aan die schouder, laat je heup liggen. En doe dat op je eigen tempo. Hè. Dus doe dat rustig aan. Blijf goed sterk in die schouder. Twist onder, dus de heup mag goed blijven liggen als je last hebt aan die schouder en niet te veel druk kan verdragen. Voor wie kan, zeker die heup uit de mat. Blijf goed sterk. En lift. Nog twee te gaan. Goed bezig. Focus goed op een trotse houding, dus je oor wegduwen van die schouder. Niet doorzakken, nog eentje. Twisten. En lift. Heel mooi. Leg eerst je heup neer. Laat je arm rustig zakken. We gaan op de buik draaien, dus draai ineens door. En leg je maar neer. De voeten, die liggen op heupbreedte, dus uit elkaar, dus niet tegeneen. Je hoofd op je handen. En heel belangrijk is dat je buikspieren hier ook goed aangetrokken zijn. Dus die navel die trek je nog altijd naar binnen. Nieuwe buik gewoon ontspannen op de mat. Hè. We zijn nog aan het werk. Ook de bilspieren lichtjes aanspannen. Nu gaan we de twee benen liften uit de mat. Zo hoog als je kan. Dus ook hier aan je bovenbenen mag je een stukje uit de mat komen. Nu gaan we de hielen naar elkaar toe brengen, maar we gaan de knieën plooien. Dus je trekt eigenlijk je enkels naar je billen. Je strekt weer uit in die V in de lucht en dan pas neer. Herhaal. Dus lift op. Enkels komen tegeneen, knieën gaan plooien. Terug uit. En weer neer. En iets vlotter. Hè. Lift, plooi, strek uit en neer. Bovenlichaam moet niks doen, dus mag gewoon blijven liggen. Focus op die benen. Probeer je bovenbenen ook uit de mat te krijgen. En dan pas neer. Onderrug. En span die billetjes op. Hè. Die moeten werken. Dus niet gewoon wat wiebelen met die benen, maar laat ze ook werken. En neer. Nog vier. Lift op. Breng de enkels naar elkaar toe. Terug los. En neer. Drie te gaan. Lift. Plooi. Uit. En neer. Nog twee. Vergeet die buikspieren niet. Trek je navel nog steeds goed naar binnen. Laatste maal. Lift. Plooi. Strek uit. En leg weer neer. Benen mogen blijven liggen. We gaan nu de handen uit de mat verplaatsen. Dus je legt ze naast je neer in een hoek van 90 graden. Dus je moet denken aan Popeye, sterk. Maar platte hand op de grond. Hoofd blijft naar beneden kijken. We gaan eerst zweven boven de grond. Dus dat wil zeggen, de borst komt uit de mat en de armen zweven mee. Nu gaan we onze armen aantrekken. Dus we gaan ellebogen richting ons middel duwen. Dan schieten we af en we strekken boven ons hoofd. We tikken de vingers. We gaan terug naar onze neutrale middenpositie. En dan pas leggen we neer. Dus nu zit op uw bovenrug. Ook hier buikspieren goed actief. Zodat je goed kunt blijven duwen.
En je doet langzaamaan je beweging. Geen tempo, anders krijg je snokken op je rug. Dus liften, eerst naar je middel. Je trekt die ellebogen goed aan. Dan schiet je af, je tikt je vingers boven je hoofd. Neutrale positie en weer neer. Herhaal, we hebben er nog 4 te doen. Hou je benen gewoon neutraal op heupbreedte uit elkaar. En licht neer. Borstkas komt van de mat. Begin met een paar kleine centimeters, dus niet te hoog. Een beetje aftoetsen wat dat lukt. Strijk, ja. En neutrale positie. Nacht 2. Lift op. Naar uw middel. Boven uw hoofd. Neutrale positie. En neer. Laatste keer. Lift op. Naar uw middel. Boven uw hoofd. Neutrale positie. En terug neer. Goed gedaan. Verplaats uw handen terug in de mat, maar naast uw borst, dus ietsje lager. We gaan naar een mooie child pose. Dat wil zeggen, je gaat op je hielen zitten. En je maakt je rug mooi rond. Hou de knieën nog uit elkaar. Rol jezelf langzaam recht. En we gaan wisselen naar onze andere zij. Dus je weet voor jezelf welke zij dat je al gedaan hebt. Ook hier, je mag hoog beginnen. Elleboog gewoon naar je schouder houden. Of als je je liever neerlegt, leg je je volledig neer. De twee benen samen. Net voor u in de mat. Bovenste been mag je eerst gaan werken. Dus begin op je heuphoogte. Onze elkes. Dus eerst naar voren. En dan op. Achteraan. En opnieuw op. Probeer je been zwevende te houden. Als je even een rustmoment nodig hebt, het mag. Leg dan de voeten terug op elkaar. Maar probeer hem vast te houden. Achter. Bilspier opspannen, buikspieren opspannen. En op. Voor degene die hier in de hoge versie zit, probeer op te letten dat je niet door je schouder zakt. Kan helpen om een vuist te maken, zodat je goed sterk blijft. Hier in die armspieren ook. En vorst. Op. Doe voor jezelf nog 1 keer aan elke kant. Dus 1 keer voor, 1 keer achter. Vergeet die midden niet. Achter. En je mag langzaam de twee benen sluiten. We gaan weer slepen over ons onderste been. Dus je sleept. Je hebt een aanloop, dus je kan goed kicken. En dan heel traag met een platte voet terug naar beneden. Slepen. Blijf sterk aan je schouder. Kik. En terug. Denk ook aan die buikspieren. Ook hier zijn die aangespannen. Oeh, plat. Sleep. En zo moet je een enkel ook nog wel werken. Hè. En op. Nog 4. Inwaarts slepen. Goed kicken naar boven. Traag naar beneden. Enkels sluiten. De tenen mogen uit elkaar blijven. Dan blijft je heup goed uitgedraaid. Nog 2. Dus hier, denk aan je schouder. Nog eentje. Langzaam naar beneden, heel goed gedaan. En sluit. Nu gaan we de 2 voeten gesloten houden. Dus alles dicht bij elkaar houden. En 2 benen samen proberen liften. Een paar centimeter is al voldoende. Vermijd dit. Dus niet naar achter leunen. Blijf goed sterk vooraan. Ook dit kan je in de lage versie doen. Dus als je neerligt, gaat dit ook. En je probeert de voeten samen te houden. Als je last krijgt om je knieën samen te houden, knieën lossen. Gaat iets vlotter. Heb je ook iets meer ruimte om te bewegen aan je bekkengordel. De bedoeling is dat je hier in je bovenlichaam weer neutraal blijft. Dus niet naar achter leunen. Vandaar dat je weer je hand mag gebruiken voor extra steun. We gaan die nog 4 keer doen. Dus rustig op. En neer. Nog 3. 2. Hou die benen ook vooraan. Hè. Dus niet in het verlengde van je lichaam. Laatste keer.
En nu mogen de benen wel in het verlengde van uw lichaam. Dus een mooie lange lijn. Onderste knie. Plooien, voeten op de grond. We gaan naar de twister combinatie. Dus voor iedereen, weer even checken dat uw elleboog onder die schouder staat. Maak een vuist voor extra kracht. En je mag je opduwen op die knie. Heb je last van je schouder, laat je de heup liggen. We verlengen en we zijn weg. Hè. Dus onder, door dat gatje hier. We verlengen, we blijven staan en we liften ons been uit de mat. En terug neer. Blijf mooi recht. Twist. Lang en leglift. Op. Herhaal. Dus hou die heup goed uit de mat. Corrigeer als het nodig is. Als je voelt dat je elleboog niet meer goed staat, verplaats hem terug. Hè. Bij mij schoof hem mokkig. En doe maar rustig op eigen tempo verder. Liften. We hebben er nog 4 te gaan. Nog 3. Goed bezig. Hou nog vol. Hou die heup uit de mat. Tenzij je last krijgt natuurlijk. Dan leg je die neer. En de laatste. Blijf hoog. En langzaam u terug laten zakken. En doorrollen naar uw buik. Leg je maar terug opnieuw neer. Dus, uw voorhoofd rustig op uw handen. De voeten zijn weer uit elkaar op de mat. Verleng uw benen, dus denk weer lengte. We gaan beide benen liften uit de mat. En deze keer gaan we ze gestrekt houden. En nu gaan we met onze hielen tegeneen tikken. We blijven rustig liggen en je klapt met je voeten. Dus probeer ook hier je bovenbeen lichtjes uit de mat te tillen, zodat de bilspieren goed ook aan het werk zijn. Is dat wat te zwaar, blijf laag tegen de grond. En probeer je bovenlichaam goed stabiel te houden. Dus trek alles goed aan. En blijven klappen. Hè. We gaan hem iets langer volhouden. Goed bezig. Blijven klappen. Ga over nog 10. Nog 9. 8. 7. Hou dat tempo vast. Nog 5. 4. 3. 2. En dat was de laatste. Leg langzaam je twee benen terug neer op heupbreedte. Verplaats je handen naar de borst. En we gaan naar een mooie child pose. Maar deze keer gaan we de armen naast ons neerleggen. Dus maak je goed rond liever. Polsen naar boven. En maak de rug zo rond mogelijk. We gaan de armen terug uitstrekken. Doe dat langzaamaan, zodat we naar de tafelpositie kunnen komen. Duw jezelf op. En dan moet je even corrigeren. Zie dat je goed staat. Je hand mooi onder die schouderknie, onder je heup. En je knieën zijn los van elkaar. Krul jezelf op even als een kat. Zo rond. Al de wervels naar buiten. En de andere richting is de holle rug natuurlijk. De borst komt vrij. Kantel. Herhaal. Dus nog 1 keer goed rond. Alles naar buiten duwen. Dat wil ook zeggen, je hoofd gaat mee naar binnen. Je bekken kantelt. En we gaan wisselen. Hol. Rustig aan. Zoek voor jezelf daar nu een neutrale rug tussen. Dus iets ertussenin. Buikspieren goed actief houden. We gaan ons rechterbeen uitstrekken en de tenen op de grond zetten. Dus 1 been is gestrekt. Als het goed is, zijn je buikspieren nu goed opgespannen, sta je heel stabiel om je tweede been daarbij te brengen, zodat je in plank staat. Dus strek je tweede been maar uit. Mooie plank. Hou even vast. Van hieruit gaan we ons naar de piramide duwen. Dus je gewicht komt naar achter. En licht de knik in de knie en we gaan terugwandelen met de handen, maar probeer je heupen zo stabiel mogelijk te houden. Dus het is niet de bedoeling dat je in alle richtingen gaat schommelen. We blijven laag, dus kom nog niet recht. Eventjes een moment van ontspanning.
want we gaan terug richting die plank. Dit is de laatste oefening. De Pilates push-up, ik heb hem al even niet meer gedaan. Maar ik vond het een schone dag vandaag om nog eens te hernemen. Dus wandel maar terug naar voren naar die plank. Hier mag je nu kiezen. Ofwel blijf je in plankpositie, maar ik raad aan om de knieën neer te zetten. Dus we gaan 3 keer met onze neus naar de mat. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk heel je bovenlichaam ga je neerleggen. Je legt jezelf neer, totdat je neus de mat raakt. Maar nu moet je nog terug natuurlijk ook. Dus kracht vanuit je schouders, buikspieren. En terug op. Dag 2. De bedoeling is ook dat je je ellebogen naar binnen plooit. Dus langs je ribbeen. Dus een smalle push-up. En we gaan terug naar boven. Buikspieren actief. Niet door de rug hangen. Yes, nog eentje. Dat is een leuke, hè, zo op het einde. Langzaam naar beneden. Traag, traag, traag. Ik leg heel uw buik neer, maar hou uw buik opgespannen. En we duwen terug. En je zijt er. Knieën terug uit de mat, dus dat wil zeggen, je tenen terug onder. Even naar die plank. En naar de piramide. Goed gedaan. Billen goed hoog. Nu mag je de knieën terug lichtjes plooien. Zoals we daar juist hebben gedaan, terugwandelen, maar hou je heupen stabiel. Dus niet beginnen wiebelen. Recht terug. En dan mag je heel langzaamaan oprollen. Dus nu mag je wel recht komen. Hou jezelf rond. Goed, rustig naar boven. Als laatste dus je hoofd. We gaan ons rechterbeen optillen. Zoek even je evenwicht. En we gaan die knie goed naar je toe trekken. Dan ga je je bekken ook voelen kantelen. Evenwicht. En nu gaan we ons evenwicht behouden. We gaan de handen lossen. En we gaan grote cirkels maken. Dus ons been gaan we uitstrekken naar voren. Heup, laatste keer goed losdraaien. Dus opzij, cirkel, cirkel, cirkel naar achter. Dus je bilspieren gaat terug beginnen werken. En dan trek je eigenlijk je knie terug op. Probeer je evenwicht te houden. Dus nog eens. Goed naar voren. Cirkel. Je linkerknie heeft een lichte knik. En terug op. Nog 2. Natuurlijk, als je wat lager doet, heb je iets meer steun. Gebruik dan de grond. En terug. Dat mag ook, hè. Laatste keer. Cirkelen. Goed naar achter. En op. We gaan nu langzaam onze voet hier in de grond zetten. Dus we gaan mee zakken. We houden de teen in de lucht. We gaan ons verlengen en we gaan richting die teen. Je moet je niet vastpakken. Ik ga hem draaien. Je hand plaats je aan de binnenkant van je voet. En nu gaan we opnieuw reiken. Dus je twist weer uit. Probeer niet te wiebelen hier aan de heupen. Probeer het neutraal te houden. 2 handen laag. En nu gaan we nog eens wisselen. Andere kant. Het is wel lastiger. Dus je mag ook je teen op de grond zetten als dat iets gemakkelijker gaat. Of je knieën zelfs plooien. Dat is wel zoeken soms, hè. 2 handen laag. En we rollen ons langzaam terug recht. We gaan onmiddellijk wisselen van zijde. Dus we gaan... Ja, ik ben nu gedraaid. Linkerbeen pakken. En we gaan weer naar ons toe trekken. Dus opnieuw van zijaanzicht. Goed naar boven. Als je evenwicht hebt gevonden, ook hier lichte knik in de knie. Cirkelen. 4 keer is voldoende. Goed groot, naar achter, inwaarts en op. Focus. 3. Goed groot, blijf mooi recht. Denk aan dat koordje aan je hoofd. Dag 2. Denk ook aan die buikspieren, nog altijd goed intrekken. Dat is 7. Nog eentje. Yes. Op, strek en cirkel. We gaan onze voet in de grond zetten, dus we gaan opnieuw zakken. Dus het tegenovergestelde been gaat plooien. En we gaan weer onze hand aan de binnenkant van onze voet brengen. En we gaan twisten. Dus ook hier, als het gemakkelijker is om je voet neer te zetten of om de 2 knieën te plooien, mag altijd. En langzaam wisselen, nu is je hand naar elkaar toe en we draaien om.
En dat is normaal dat je altijd een goede en een slechte kant zit. Twee handen laag. We gaan ons langzaam terug oprollen. Dus rustig aan, recht komen. En nu mogen we alles onder je heupen zetten. En dan gaan we eens een keer goed diep inademen. Zorg de benen, adem in. En uit. Goed gedaan allemaal. Geef jezelf een applaus.